Jammer genoeg, helaas, pindakaas. En bent u wat wijzer geworden? Ik ben heel wijs geworden. Nou, wil je niet reksen. Hoe was de dag? Hartstikke leuk. Ja? Ik had een echte nepper. U bent waarschijnlijk met de auto gekomen? Ja. Met deze auto? Ja. Nou, dit zien we niet zo vaak, lijkt kunst en kitsch. Dit zal gemaakt zijn in de jaren 60 van de vorige eeuw. En wat ik doe als klokkenmaker, ik zit overal aan. En als je moet overal even checken. Dus ik drukte even op de knop. En toen verklapte die het. De kofferbak. De kofferbak springt open. Ja. En het is dus een aansteker. Ja. Geweldig gemaakt. Ja. Nu bent u aan de beurt. U weet waarschijnlijk wie dat is. Ja, de firma Van Kaster is bekend in Tilburg als vervoerder. Dat is een vervoerder. Ja. Dus wat hebben we hier? Een relatiegeschenk. Heel mooi kwalitatief. En uiterst verrassend om iemand een vuurtje op deze manier aan te bieden. Ja. Dus een waarde voor dit mooie autootje. Een €250. Zo, nou, mooi. Ja, leuk. Bent u een dierenliefhebber? Absoluut, zeker. Ja. Ja, ja. Kan ik me wel iets meer voorstellen? Dit is wel een heel mooi natuurgetrouw afbeelding van een Sint-Bernardshond, denk ik. Ja, klopt. Gemaakt door een hele bekende Groningse schilder. Mm-hmm. En die heet Otto Erelman. Hij excelleert in het schilderen van dieren. Paarden, maar vooral honden. Hij heeft Sint-Bernardshonden in allerlei situaties geschilderd. Dit is dan een enkele hond. Mm-hmm. De mooiste composities zijn natuurlijk waarbij die een hele roedel Sint-Bernardshonden schildert. Het zijn geweldige, leuke dieren. Weet je wat er zo mooi van dit schilderij is? Het geeft ongeveer heel goed het karakter weer van die honden. Het zijn hele trouwe dieren. En dat zie je eigenlijk ook aan dit schilderij. Het is een olieverf geschilderd op paneel. Het is een betrekkelijk klein schilderij, maar het is wel in een mooie conditie. Dus het heeft ook een behoorlijke waarde. Uw schilderijtje, dan praten we over zo'n €5.000. Leuk. Ja. Ja. Dankjewel. Erg leuk. Ja. Een vaas waarvan je niet zou denken dat hij in Delft gemaakt is. Tenminste, het is niet typisch blauw-wit namelijk. Maar met die turquoise kleur erbij is het juist de kleurstelling van de islamitische keramiek. Ah zo? De porseleinen fles, New Royal Delft, had een directeur Mauser. En die ging met ontwerper Leon Senf naar Parijs en Berlijn, naar de musea, om naar kunst uit de wereld van de islam te kijken. Het heeft een hele nieuwe lijn Oud-Persisch en Nieuw-Persisch keramiek in Delft opgeleverd. En daarvan heeft u een prachtig voorbeeld. Dat wist ik niet. Interessant. De vorm is ook helemaal islamitisch met die slanke hals. Zo. Dat wel, ja. Het is tegenstelling tot de vaak wat strakkere indeling bij de Chinese keramiek. Zie je hier bij die ritmiek en hoe het dier is afgebeeld echt een beweging erdoor spreken. Er wordt gezegd dat turquoise en het blauw voor het water in de lucht staat. Weten we niet, maar in ieder geval neemt Leon Senf in Delft prachtig de kleuren over. En doordat het dan in de oven iets verloopt, krijg je ook dat het niet helemaal binnen de lijntjes past. Maar dat het een soort uitwaaiering krijgt, een gloed, met een krakelee die met opzet in het glazuur wordt aangebracht. Ja. Oudere Delft had dat niet, natuurlijk de islamitische keramiek wel. En daardoor krijgt het een bijna antieke uitstraling, tegelijkertijd heel modern. Er zit wel schade aan, de nek is door de midden geweest. Maar de patronen zijn zo krachtig en de stukken zeldzaam. Dus in goede conditie zou ik de waarde aan toekennen ruim €300. In dit geval zou ik nog steeds €200 toekennen. Ja, maar het ging me niet om de waarde. Ik wilde graag weten waar het vandaan kwam en hoe oud dat het was. De ouderdom ligt tussen 1910 en 1940. Oké, nou dat vind ik leuk. Net voor mijn geboortejaar. Heeft u het thuis ook zo mooi opgesteld? Ja. Ja? Ja. Kandelaars naast? Ja. De lamp? Ja. Heeft u het ook als één geheel gekregen, gekocht? Ja. Ik zag hem staan in een opkoperswinkeltje. En ik dacht meteen, dat is mooi. Ja. En toen vroeg ik, wat kost die? En wat zei de opkoper? En toen zei die opkoper, geef maar €50. En viel u voor de kandelaars of voor de klok? Voor het geheel. Voor het geheel. Ja. Ja, het is mooi bij elkaar. De klok natuurlijk. In eerste instantie, maar de kandelaars ook. Ja. 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 Rob, kende jij deze klok al? Ja, het ontwerp ken ik en er is een bekende naam die daaraan verbonden is. En die is? Hendrik Petrus Berlage.
De Grote Berlage? De Grote Berlage, onze Nederlandse vernieuwer van de architectuur. Ik wist helemaal niet dat hij ook klokken maakte. Nee, nou ja, hij draaide nergens zijn hand voor om. Maar daar zat een gedachte achter. Hij wilde zowel het gebouw met alles wat erin zat vormgeven, zodat het een harmonisch geheel zou zijn. En hij maakte ook weinig onderscheid tussen een groot huis en het kleine klokje op de schoorsteenmantel. Dat was voor hem even belangrijk. En was dit ook bedoeld voor dan de kleine schoorsteenmantel? Voor iedereen dus? Dat hoopte hij wel. Hij wilde deze vormen vooral het liefst, want hij was een overtuigd socialist. Mm-hmm. En hij wilde het liefst de arbeidersklasse verheffen, hè, door die mensen te omringen met goede vormgeving. En dan bedoelde hij sober, helder, eerlijk, geen opsmuk, zoals hij hoopte dat de arbeider ook zou zijn. Ja. En zich zou ontwikkelen tot een modern mens. Ja. Ja, het is een beetje industrieel, hè? Door die klinknagels. Klinknagels, ja. Nou, dat is wel typerend. Berlage zei, je hoeft niet zoveel opsmuk te maken. Als je de constructie laat zien, dan krijg je vanzelf schoonheid. Hm. Natuurlijk heb je voor de constructie niet per se zoveel klinknageltjes nodig. Dus eigenlijk is dat ook wel weer een beetje overdrijven. Ja, ja, ja. Maar ja, wij vinden dit inderdaad, die industriële look, dat is nu toch nog heel modern. Ja. Ontwierp je ook kandelaars? Ja, de kandelaars die horen er eigenlijk niet bij. Oh. Maar als ik zo'n beetje ga neuzen in de boeken, dan kom ik van Amstelhoek, dat was een andere kunstnijverheidsfirma rond 1900, kom je wel dit model tegen. En ook voor die firma ontwierp Berlage objecten. Dus het zou kunnen dat pendule en kandelaars misschien later bij elkaar terechtgekomen zijn. Ze passen er wel op zich ze bij. Ze passen erbij, alleen je ziet, die klinknageltjes zijn wat kleiner. Ja. En het is misschien net wat te iel voor deze toch stoere pendule. Ja. Hoe is de conditie? Ja, nou ja, dat is een pijnlijk punt. Ja? Nou ja, dit is helemaal messing. En dat hoort eigenlijk een mooie goudkleur te hebben. Ja, aan de buitenkant is hij heel dof. Hij is wat gedeukt. De afwerklaag lijkt er wel haast afgepoetst. Hij is te veel. Dat kan. Nee, u niet? U niet? Nee, nooit gepoetst? Nooit gepoetst. Nou, gelukkig. Heel goed gedaan. Maar daarvoor is hij toch wel een beetje mishandeld. En je ziet ook dat hij met van die gemene koperpoets die dan zo wit uitslaat, flink te pakken is. Het hoort genomen. Niet wit te zijn. Nee, dat deze ingegraveerde decoratie, ook weer heel minimaal, hè, die hoort niet zo wit ingevuld te zijn. Dat is pure prut van het poetsen. Oh. Dus van de poetsmiddel. Kan je dat nog weer dat, herstellen? Dat kun je er met een tandenstokkertje, lange winterdagen kun je dat eruit gaan. Maar nee, een restaurator die zou daar wel wat mee kunnen. Nee. Stelt de illustratie nog iets voor? Ja, je ziet daar een gestileerde zandloper. Oh. Dus ja, het de tijd. Teken destijds. Ja. En de wijzerplaat is heel aardig. Die is van brons en dan met gekleurd emaille ingevuld. Dan heb je die goudkleur van het messing, moet je zich voorstellen. Nu is het wat dof. En dan wat ooit wel wat helderder oranje-bruin is geweest met groene lijntjes en crème ingevuld. Heel smaakvol. Dus ja, wel een feest van een klok eigenlijk. Ja. Nou, fijn dat jij er ook blij van wordt. Ja. 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 €50. Ooit aangeschaft, het hele setje bij elkaar. €50. Waarvoor zou die nu te koop staan bij een opkoper? Nou ja, in deze staat zeg ik €5.000. Oh, mooi. Maar ik doe hem toch niet weg, hoor. Hoeft niet. Nee. Een rondje van de zaak, daar komt ze aan. En? De koningin is meester waard. Ja, dat zie je meteen. Ja, dat is gewoon de grootste waarde die we hebben. Was een leuke dag. Ja, dat was hartstikke leuk, joh. Ja, beetje wijzer geworden? Beetje rijker? Nou, dat sowieso. En kennis vooral. Kijk, zo, toen mag ik het horen. Hey, dankjewel, hè. Hoi.